Wat juist doet is niet hier derg, wat die werkelijk maakt ze feilen, dat het die wat scheide van Christus in de lijf. Als dat een staat, wat die kan waarnemen van Christus in de lijf. Ding wat u derg is. Zware ding wat u derg is. Slechte en scheringen wat u vlak gemaakt has. Kan iemand van dat die waarnemen van Christus in de lijf. Wel, we hebben wel zijn wat het in ruime aag zag. En vers 35 vraagt dat, wat kan ons Christus in de lijf waarnemen? Kan lieden, kan angst, kan vervaljung, kan honger, kan oormoed, kan je voor, kan dat schweet? Nee, zegt het. Ober en al dit haar wie de eeuwenhond om Christus zien halen, die ons goud is. Christus is ons goud. Zo de antwoord is nee. Al dit kan ons niet waarnemen van zijn grote lijf tot ons. En weder vers 38 en 39 redet van door is nus wat ons kan scheiden. En dat redt te die wat in Christus Jezus zijn. Want du in Christus Jezus bent, dan is door nus wat die kan scheiden van zijn lijf. Ik dacht ziemlich treg aan, aanvang wil mijn man en ik ons bevriend houden, dan voel we nog blies, zijn jongere broer weer zeer krank te worden, en vang uit dat hij kreeft haf. En dat die het goed lang, dat had mama 3 maanden te doen, dan weer hij even deem al in zijn stoof bad. En hij gelijk dat zeer, want wie rama zijn bad, komen stonen en daar zingen deden of daar beden met amthoop dat wie hem allemaal zoveel weet. En eenmaal een dag dan vraagt hij waar hij nou je bed. En ik geloof dat wie zijn dad deze los deze vars te am. En dan daar hing er aan zei Paul kreef kon ook niet. Dat wie ons zo schijn dat aan te worden dat hij een vaste geloven had dat wat hij derig lieden deed. En die kreeft wat aan zijn charpa even hand nemen deed, dat die wordt ook niet tjernen om scheiden van Christus in de lijf. Hij hield vast aan dat en blijft dat van harte, dat die kreeft wordt om niet scheiden tjernen van God in de lijf. Wat jij doet, Erik, wat die maakt, mag me werkelijk twijfelig worden even dit, als Christus die goud is. Als dit wat voor die en die leven nu verjaart en passeren dat, waar hast een slechte en scherend je maakt, maakt die dat zo denken, dat nu zie ik waag van God zijn lijf. Nu haf me dit gescheid van God zijn lijf. Wel, ik kan die zeggen van deel, want du en Christus Jezus bas, dit zegt het in een schrijf. Daar is dan nus wat die scheiden kan, van zijn lijf. Zijn lijf is waarhaftig, dat is verarmen voor de eeuwigheid, voor hier en voor de eeuwigheid. Eenmaal een dag moet ik even om half jink, dan leeg dit door op de aarde. En dat weer mij zo interessant dat te bemerken dat het weer, dat is geloof ik een beetje gehaald, dat als het een neet wat van boom gevallen is, leeg je aan de wijze op een half, waar de tjengen er voort je weinig parken doen. Dan maak hem gravel, zodat we veel meer even je voor worden. En dat we toopje praast. Jeng te zijn dat we beschedig van dat de emma waren voortig even je voor weer. Maar wat mij zo weetval, we te zijn dat een hot shape en een mad ass. En dat zei te mij dat kraken dan wat ik in leven derig goed, zware ding. En even wanneer ik zin je doe, oder muziek zo feilt, dat ik van zijn lijf je scheid zie, dat is niet zo. Zijn lijf staat immer vast. Zijn lijf is immer even die in mij. Kraken dat wat we doen in leven, oder wat we doorgaan, zijn lijf is immer waarhaftig. En
wie tjene die lyf ervoor, wie tjene ons vasthoule, ons siene grote lyfe ons, kraken dood, wan ons doel getrompeld word, en wie ons het zeer slaag het im leven. Aber wo merkt die dit, wat het in de reime sagt, dat du as nors, wat ons van God siene lyf scheide kan, wan du en Christus Jesus bas. En ze staat weer het met dis Paul, mijn man zijn broeder. Hij werd het aan en hij wist dat hij nam dat te horen. Dat dit wat te mij passeerde, dat kan mij niet scheiden van God zijn leven. Hast u trouble met dat te geloven? Dan wil ik zeggen, dat God vrouwen en hij te die wil klaar maken met wat te die denkt bij ontvangst te feilen. Want de trouble is gewoon dat zijn leven eenmaal niet meer aan reikt voor die. Dat is gewoon de trouble. Maar wat hast u ontvangt te geloven? Wat van de lenes hast u ontvangt te geloven? Wat de vriend die je bedoelt? Dat dit, wat u dergens, wat die scheiden van God zijn leven. De waarheid is, dat kan niets passeren in die leven wat die scheiden kan van God zijn leven. Gelooft u dat? Gelooft u God zijn woord en dit? Ik hoop u des. En wanneer niet des, dan gaan lezen en vragen God nog hulp van zijn geest die dat te leren. Dat u dat van harte glijven kan en vasthouden kan aan zijn grote leven voor die. Zie, die vindt dat aan steden danken geven. Maar denk wat wie doorgaan, bijzonder van wie zware dingen doorgaan, dan gelijkt hij zo zij aan ons naam te komen en verzekert ons dat duidelijk te maken dat dat wat er nu doorgaat is, dat wat die van God zijn de lijf wegneemt. Over de waarheid is van de schrift, dat kan gewoon. Zo, ik hoop de best aan Christus Jezus en ik hoop u ervoor dat jeder dacht dat zijn grote lijf immer door is voor die. Immer even die is. En wanneer je een aardige inschering hebt gemaakt in die leven en die zich dat zo feilt, dat zijn lijf afgesneden is van die, wel dan maakt het raar met aan. Zijn lijf wordt niemals weggegaan van die. Maar je kan zo leven dat je dat niet ervoren is en dat je dat niet meer geloven is, dat zijn lijf vaststonden dat voor die. Ik hoop die mocht het moed van deel en mocht de haar die zenen.